Hey, goeiedag. Ik wil eigenlijk eventjes mijn ervaring delen met stap 1, 2 en 3 over van het Minnesota-model 12 stappen. Ik heb al een aantal jaren ben ik al in herstel. Ik heb al meerdere keren met een sponsor door mijn stappen gegaan. En ik wil je eigenlijk vertellen hoe ik stap 1, 2 en 3 heb ervaren. En stap 1 is, ben ik machteloos over mijn verslaving. En ja. Als je kijkt naar mijn leven, hoe dat die was, dan is dat wel heel erg duidelijk. En ben ik machteloos over mijn verslaving. Mijn verslaving vertelt mij dingen die niet waar zijn. Mijn verslaving laat mij zien dat mijn verslaving wel meevalt als ik ga kijken naar de verslaving van die andere persoon. Ik denk dan bij mezelf, ja, maar deze persoon, kijk naar deze persoon die gaat stelen, die liegt, die bedriegt, ik en niet. Ik en niet, nee, ik doe af en toe gewoon gebruiken. Dus bij mij valt het toch wel mee, hè. Als ik zo erg word als deze persoon, ja, dan moet ik me echt ernstig zorgen gaan maken. Nou, geloof mij, elke keer dan werd het zo erg als deze persoon. En mijn verslaving vond dan weer een andere persoon die nog erger leek, waarin ik me weer kon gaan vergelijken. En zo ging ik eigenlijk elke keer die gedachte verleggen naar andere personen, waardoor mijn verslaving alleen maar erger leek of werd. Maar ik daadwerkelijk mezelf continu bleef vertellen dat het wel meevalt, want er zijn nog ergere die in verslaving zijn. En dat is best wel ziek. Dat is wat die verslaving ook daadwerkelijk doet. Die verslaving laat me opkijken naar mensen die nog verder zijn als ik. Nog verder in de shit liggen als ik. En al het gelieg en het bedrieg over die drugs in mijn leven. En dus de machteloosheid van mijn leven was gewoon echt heel erg duidelijk. En het stukje dat je zo ziek bent, dat je zelf denkt dat je niet ziek bent, dat is best wel ziek. En stap 1, ben ik machteloos over mijn verslaving, dat was gewoon echt heel erg duidelijk. En waar was het nog meer in duidelijk? Ik nam de beslissing en vandaag ga ik niet meer gebruiken. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil het niet meer. Want kijk wat er gisteren is gebeurd. Ik wil dat niet meer. En dan neem ik de beslissing en alles in mijn lichaam is daadwerkelijk er echt klaar mee. En ik meen het ook. Ik wil het niet meer. Vandaag gaat het niet gebeuren. En ik ben er heel stellig in dat het vandaag niet gaat gebeuren. En ik ga naar mijn werk en ik zeg alleen maar: het gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. Het gaat gewoon niet gebeuren. En ik rijd op mijn weg van mijn werk naar huis rond 4 uur. Ik zit nota bene in de auto met andere collega's. Stuiterballen gaan op en neer. Gedachten: hé man, ga even je dealer bellen, man. Ga even gebruiken, man. Het is goed voor je. Nee, ik ga het niet doen. En die stuiterballen gaan harder en harder, 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 harder. Nee, ik ga het niet doen. Ben er klaar mee. Ik wil het niet meer. Ik heb gezien hoe het gisteren heeft gebracht. Ik wil het niet meer. Ik ben er klaar mee. Ik ben er klaar mee. Ik ben er klaar mee. Hallo, mijn Koen. Hey, heb je straks even tijd voor me? En we denken hoe het eindigt. Weer hetzelfde. Weer helemaal naar de kloten. Weer de volgende dag. Ik wil het niet meer. Het brengt me niks. Het is niks. Ik wil dat het stopt. En hetzelfde liedje gaat elke keer, elke dag, hetzelfde liedje. Er is geen stop in te krijgen. En wat gebeurt er? De machteloosheid. Ik denk alleen maar aan die momenten dat het tof was. Denk aan die momenten dat ik daadwerkelijk aan het feesten was als een party animal. Die party animal was in de 7 jaar van mijn verslaving was ik een party animal. Daarna kreeg ik een relatie en ging ik heel af en toe op feestjes. Dat is gezellig. Dan ga je bij mensen op een verjaardag en dan zit je stiekem te gebruiken omdat je het zo nodig hebt. Dat is niet, ben bezig met parties. Laatste jaren van mijn gebruik was ik ruzie aan het maken met Suzanne. Zei ik tegen haar dat ik ijs ging halen. Bleef ik half uur weg. Kwam ik terug, tuurlijk ging ik een ijs halen. Ik had bij de pomp afgesproken met mijn dealer. Dat is de realiteit. En dan zei Suzanne, ja, zou ik ijs meenemen? En dan moest ik weer van alles verzinnen, waar ben je gebleven? Ja, zag bekende. Allemaal gelul. Ik stond daar te wachten op mijn dealer. Stond mijn dealer helemaal suf te bellen. Waar blijf je nou? Hey Koen, als jij nog één keer belt, dan kom ik niet meer. Wow. Ja, ik ben rustig, ik ben rustig.
Totale waanzin. Totale waanzin. Dus ben ik machteloos over mijn verslaving? Alles in mijn lichaam schreeuwt dat hij er klaar mee is. Ik wil het niet meer. Maar die stem, die verslaving, is op dat moment sterker dan ik. Want als die komt in mijn hoofd, dan daadwerkelijk is er geen weg meer terug. Dus ben ik machteloos over mijn verslaving? Ja, dat ben ik. Want die verslaving was sterker dan mij. Godzijdank door dit programma, door samen naar een groep te gaan, door te werken aan mijzelf met een sponsor aan het programma, en door het vinden van een hogere macht, hè, wat voor iedereen iets anders is, maar voor mij is het Jezus. Nou geloof me, ik heb er 9,5 jaar over gedaan om daar te komen, omdat het het perfecte plaatje moest zijn, dat vertel ik zo, daadwerkelijk, maar dat brengt ons daadwerkelijk in herstel. Hè? En vandaag sprak ik nog iemand die was zo in de war van Koen. Allerlei mensen op mijn meeting waar ik naartoe ga vallen terug. Het is zo. Door de corona, dat daadwerkelijk meetings dicht gaan, raken mensen in verwarring. En mensen die in verwarring raken, zien soms geen uitweg meer. Daarom is het belangrijk dat het netwerk goed is. Een sponsor, ga naar je programma, zorg dat je met mensen belt. Zo belangrijk dat je daadwerkelijk een vangnet hebt. Zo belangrijk. En ben ik machteloos over mijn verslaving? Nou was ik nog. En weet je, dat ik elke keer terugdacht aan een moment van, ja, maar ik was een party aan de mol en ik vond het te gek en lekker feesten. De laatste paar jaar toen ik elke dag aan het gebruiken was, het enige wat ik deed was ruzie maken met Suzanne, gebruiken, naar boven op zolder gaan, naar mijn kamertje, daar helemaal van de kaart porno kijken. Dat is wat ik deed. Dat was uiteindelijk waar het is geëindigd. En uiteindelijk is er geen party en een mol meer. Maar dat is wel wat het hoofd elke keer denkt. Oh, het was zo gezellig, want ik was een party en een mol. Dat was ooit. Maar dat was al jaren niet meer. Weet je wel? En het is ook die machteloosheid. Elke keer denken dat je alweer die eerste keer kan bereiken. Die eerste keer dat je gebruikt, dat je zo'n euforie ervaarde. Ik stond in een kooi te dansen met een danseres. Ik stond op de podium toen als we 500 klappende mensen. De eerste keer van gebruik. Dit is te gek. Ik wil meer van. Zo werd het nooit meer. Dit heb ik nooit meer ervaren. Maar ik was wel verkocht. Ik was wel verkocht. Dat is wel de realiteit. En hoeveel ik ook ging gebruiken. Hoeveel ik ook door elkaar ging gebruiken. En cocktails en mijn alcohol erbij en andere middelen. Dat moment van het podium. En met die vrouw in die kooi. Is nooit meer teruggekomen. Maar ik nam genoegen met minder. En minder. En minder. En minder werd het. En wat gaat er gebeuren als het minder en minder en minder wordt? Ga je combineren. Cocktails, alcohol erbij. Nog meer drugs. Nog meer. Hup, hup, hup. Alles bij elkaar. In een grote cocktail. Dat is de realiteit. Dus ben ik machteloos over mijn verslaving? Ik ben machteloos over mijn verslaving, want het staat als een paal boven water. Dus, er is iets negatiefs in de verslaving. Ja, dat is er. Verslaving is negatief. Laat mij dingen doen die ik niet wil. En voor mij is de verslaving Satan, die daadwerkelijk mijn dingen in mijn hoofd inboezemt. En die mij dingen laat doen waar ik spijt van krijg. We hebben het over stap 2. Hogere macht. Geloof jij dat er daadwerkelijk iets kan zijn dat jou kan helpen? Hè? Sommige mensen zeggen, geloof je dat ik geloof? Dat is prima. Weet je wel, stap 1, ik kan het niet, hij kan het, laat hem. Laat hem. Ja, maar ik heb dit en ja, maar ik heb dat en zus en zo en hoe kan het dan? En mensen en hier en dan hoor ik stap 3 en eigenlijk hoeft pas in stap 11 daadwerkelijk komt het pas een beeld wie van jouw hogere macht is. Alleen ik wou zo graag datgene hebben wat andere mensen deelden op de meetings. Mensen deelden ervan dat ze daadwerkelijk God hadden, dat ze daadwerkelijk iets al hadden gevonden. En stap 2 zegt, we kwamen toe te geloven. Dus ik zie daadwerkelijk mensen die vertellen dat voor hun dat er een hogere macht is die voor hun werkt. En wat het dan hun brengt, dat vertellen ze mij. Weet je, en ik zie in deze mensen zie ik heel veel berusting. Berusting die ik zelf niet ervaar op dat moment. Ik ervaar onrust nog steeds. Ik ervaar onrust. En hoe komt dat? Ik heb een gat in mijn ziel. En die heb ik jarenlang op proberen te vullen met alcohol en drugs. En nou ben ik gestopt met alcohol en drugs. En er zit daar nog steeds een gat in mijn ziel. Nu weet ik dat alleen een hogere macht, zoals ik die begrijp, dat gat kan vullen.
Dat kan seks niet vullen, dat kan drugs niet vullen, dat is allemaal tijdelijk. Maar een hogere macht kan het voor altijd vullen. En dat is wat ik heb mogen leren na jaren naar een herstel en daadwerkelijk een hogere macht gevonden waar ik daadwerkelijk mezelf aan kan overgeven. Waar ik in daadwerkelijk voel dat het daadwerkelijk voor mij daar is. Hè? Ik stap 3 zegt bij nou de beslissing om onze wil en ons leven over te geven aan een hogere macht. Het is wel belangrijk dat je weet waaraan je het over wil geven. Aan iets wat je misschien niet weet, maar dat je daadwerkelijk wel zo'n gevoel hebt van oké, ik geef het over. En ik ben dan daadwerkelijk in die omstandigheden geweest hè, dat ik elke maand naar een meeting ging. Ik ging elke meerdere keer per week naar een meeting, maar ongeveer 1 keer in de maand dat ik ging vragen van oké, onderwerp hogere macht, omdat ik wilde horen wat deze mensen allemaal gevonden hadden. En mensen hadden Jezus gevonden, pratende bomen, vrouwen op sofa's, Boeddha, Allah, God. Sommige mensen gingen bomen knuffelen, anderen geloofden in het universum, anderen geloofden in hindoeïsme, weet ik het allemaal. Ik denk van Indianen, ik denk nou ja, goed. Ik was op zoek naar het perfecte plaatje. Het liefst had ik een belletje, sms'je van mijn hogere macht, je hebt me gevonden. Maar zo werkt het helemaal niet. Weet je wel, ik bleef gewoon radeloos achter. En geloof mij, ik was gewoon echt best wel radeloos. Weet je, ik was best wel zoekende. En ik weet dat mijn sponsor mij zei, elektriciteit kun je ook niet. Hè? Sponsor is iemand die je helpt door het programma. Mijn sponsor zei, elektriciteit is ook niet te beschrijven. Daar is, je steekt de stekker erin voor je telefoon op te laden en laat op. Maar hoe dat kan, hoe dat het werkt, is onverklaarbaar. Dus voor mij is daar ook iets heel bijzonders. En de makers van, dit was dan het AA-programma, is Bill en Bob. Ik denk dan dat deze mensen, ik ga voor de stopknak zitten en ik ga bidden en ik denk aan hun. Weet je wel? En als ik er nu over nadenk, dan moet ik eigenlijk gewoon lachen. Dan denk ik van, dat je dit daadwerkelijk serieus neemt. Maar ik was zo radeloos, dat ik dacht van, nou weet je wat? Als het voor hem werkt, laat ik het ook gewoon proberen. En ik was zo bezig met de stopcontact en binnen voor de stopcontact, dat we naar een hotel gingen, NH Hotel in Noordwijk. En Suzanne kwam binnen en zo, wow, wat een mooie kamer. En kijk eens wat een mooie badkamer. En ik was aan het zoeken naar het stopcontact. Ik zei, nee, was het stopcontact. Ze zei, Koen, ik maak me zorgen om jou, je slaat helemaal door. En dat komt omdat het perfect moet zijn. Het moet perfect zijn. Dat is ook een van mijn valkuilen. Daadwerkelijk in stap 6. Mijn karakterdefecten. Dat daadwerkelijk alles perfect moet zijn. En dan loop ik vaak in mijn leven op stuk. He, daar ben ik nog steeds mee aan bezig. Dat een 6 ook voldoende is. En mijn Suzanne zei, je maakt me zorgen om jou met je stopcontact. Weet je? En uiteindelijk was dat wel een eye-opener. Van wow, ik sla er inderdaad in door. He, In het begin zei iemand tegen mij, schrijf een eigen gebed en doe het gewoon. Ik ben gewoon een gebed gaan schrijven. Ik ben op mijn knieën zitten gaan bidden en er gebeurden dingen waar ik dacht van, wow, dat kan geen toeval meer zijn. En dat gaf mij hoop. Dat gaf hoop dat daar daadwerkelijk iets kan zijn wat voor die ander werkt, maar ook voor mij. Hè? En soms ging ik naar mijn werk en dan voelde ik onrust in mijn buik van, wow, wat is er aan de hand? En dan besefte ik mij, ik heb niet gebeden. En dan ging ik onderweg op de snelweg, pakte ik eerst de beste pakking plaats geen kraf en dan hoef ik niet op mijn knieën te gaan zitten, maar achter het stuur deed ik mijn gebed. En dan voelde ik weer die berusting en dan kon ik mijn dag beginnen. En dat is fijn, weet je wel. Mijn sponsor leerde mij om aan het einde van de dag ook te bidden, om te bedanken. En ik ben op die manier gewoon begonnen. En met de sponsor met wie ik werkte, die gaf me allemaal suggesties in de stappen. En wat ik dus nu heel erg zie, is dat datgene wat hij mij heeft geleerd, het daadwerkelijk allemaal letterlijk gewoon ook van geloof is. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Ik ben even gestoord. Dus ik weet even niet meer precies waar ik ben. Maar belangrijk is voor mijzelf dat ik was gewoon op zoek naar de perfecte plaatje. En dat werkte gewoon niet. En ik was zo radeloos dat ik zo graag alles aan wilde nemen. En wat ik nu dus gewoon zie is, ik ben om stap 3 bezig geweest. En ik dacht van, ik ben katholiek, ik ben gedoopt. Misschien moet ik terug naar de kerk. Nou, daar voel ik me zo op die banken zo. Ik voelde me daar niet op mijn gemak. Uiteindelijk dacht van, nou ja, wellicht kan ik in de richtingen gaan. Die mensen gaan, die hebben het over meditatie, over Boeddha. Dan ben ik ook heen gegaan. Maar dat gat in mijn ziel werd niet vervuld. Uiteindelijk ging ik ook daadwerkelijk met Indianen, shamanisme, shamanen, drum maken, heette dat. Trommelen en dan denken aan je ademhaling en zweethutten. En oh man toch, ik was zo op zoek daarnaar dat ik dacht van, hoe kan dat nou, weet je wel? Omdat ik gewoon naar dat perfecte plaatje op zoek was. En uiteindelijk daadwerkelijk stap 3. Hè, je hoeft die beschrijving niet te hebben, die komt pas in stap 11. Maar godzijdank heb ik nu wel een beschrijving ervan wie mijn hogere macht is. Want
Er is 8 jaar lang iemand geweest die mij heeft proberen te vertellen dat Jezus van me houdt. Ik heb het alleen maar weggeduwd. En uiteindelijk heb ik daadwerkelijk wel mijn hart eraan gegeven en heb ik daar nu ook berusting in. Dus als ik nu daadwerkelijk stap 2 en 3 ga lezen in het boek en ik ga die vragen volmaken van het werkboek. Wow, dan val ik van de ene verbazing in de andere, want nu ervaar ik al die dingen die andere mensen misschien in het begin al ervaren, ervaar ik nu met heel veel liefde. En ik ben zo dankbaar dat ik deze boodschap met jullie mee mag delen. Ik wens jullie heel veel zegen toe en tot de volgende filmpje. Dankjewel voor het luisteren.